Beslist.nl is supporter van NOS Schaatsen. Goedemiddag dames en heren. De Olympische Winterspelen liggen alweer ruim een tijd achter ons. Het NK Allround in het Olympisch Stadion was een week geleden. Maar ook dit weekend wordt er toch weer vrolijk 3 dagen geschaatst voor de wereldbeker in Insel. Vandaar deze extra middaguitzending. Maar er is meer dan schaatsen. Het is ook de eerste dag van de WK Indoor in Polen. Atletiek dus met medaillekans op de vijfkamp bij vrouwen. En in Insel rijden de schaatsen 3 afstanden. De vrouwen de 500 en de 1500 meter. En de mannen komen uit op de 5 kilometer. We beginnen als eerste met de atletiek in de Poolse stad Sopot. Zijn de wereldkampioenschappen indoor atletiek begonnen. Een ongekend aantal van 12 Nederlandse atleten staan aan de start van dit evenement. 2 van hen kwamen in de ochtendsessie al aan de start op de 400 meter voor vrouwen. U hoort Leon Haan. De 21-jarige Lisanne de Witte uit Heilo. Zij bijt namens Nederland de spits af bij dit wereldindoorkampioenschap in Sopot. Met Cox in baan 4, Atkins in 5 en Spencer in 6 is de tegenstand zeer serieus. De Witte vertrokken vanuit baan 3. 52-62, dit seizoen gelopen. In het rood is het Atkins uit de Verenigde Staten. De snelste op papier met 51-13, de nummer 2 van de Amerikaanse indoorkampioenschappen. De Witte hangend in de bocht, zoekt naar de ontspanning. En probeert dat gaatje te dichten met Cox voor haar. Nummers 1 en 2 van iedere serie plaatsen zich voor de halve eindstrijd. En dan komen er de 4 beste verliezers bij. Ze gaat helemaal naar de buitenkant. Ze moet wel. En heeft ze dan nog wat over op dat laatste stuk. Ze gaat goed mee. Knokkend. Leiding overgenomen door Clee Spencer. De specialist op de 400 meter horde. Maar in de loop iets anders. Want ze zit nu kort achter Atkins opgesloten. Ze kan naar plaats 3. En dat is al knap. Vechtend voor die tweede plaats. Die dus toegang geeft tot de halve finale. Net niet. Maar ze loopt hier wel een hele goede tijd hoor. 52-28 is de winnende tijd voor Spencer. Maar de Witte die moet hier haar persoonlijk record aangescherpt hebben. En dat zou heel knap zijn. De finishfoto heeft uitsluitsel gegeven. En Lisanne de Witte is doorgedrongen tot de halve eindstrijd. En dat is bijzonder knap. 52-61. Ze verslaat op 1000ste van een seconde Joanna Atkins uit de Verenigde Staten. Dus de Witte door naar de volgende ronde. Nog 2 rondjes. Serie 3000 meter. In 6e positie de Nederlandse Sivan Hassan. De ruwe diamant, 21 jaar jong. Ze heeft deze serie heel geleidelijk opgebouwd, van achteruit. Er is nog wat onbekend met het indoorlopen, maar daar komt een lange versnelling van Sivan Hassan. Ja, en daaruit blijkt hoeveel talent ze heeft. Voorop gaat de beste aller tijden op de 3000 meter. Indoor, en dat is Kentsebe Dibaba. Dit seizoen superieur. Eerst verbeterde ze het wereldindoorrecord over 1500 meter en daarna dus het wereldindoorrecord over 3000 meter. De nummers 1 tot en met 4 plaatsen zich automatisch voor de finale. In 2e positie, Sivan Hassan. Het is vooral zaak voor haar om niet al te veel te geven. Krachten sparen met het oog op de eindstrijd. Want dan, aanstaande zondag, moet je alles geven om mee te kunnen doen voor die medaille. Maar Sivan Hassan zet bij. En heeft hier een hele bekeken race gelopen en gaat zo automatisch door, zoals verwacht, naar de eindstrijd. Dibaba de beste na 8:57.86 en Sivan Hassan, keurig gedaan, zit in de eindstrijd. Makkelijk gelopen, met het hoofd erbij, geen risico's genomen. Daar links Hassan en haar voormalige landgenote Kentsebe Dibaba. Want Sivan Hassan is natuurlijk van de Ethiopische komaf, maar sinds vorig jaar november uitkomend voor Nederland. Baan 8 voor de Nederlandse Nadine Broersen op het eerste onderdeel van de vijfkamp. En dat is de 60 meter horde. Er doen er 8 mee omdat de IAAF een strenge selectieprocedure heeft doorgevoerd. En het onderdeel snel wil afwerken. Deze vijfkamp op 1 dag dus. Je kunt zeggen dat de beste 8 hier staan. Want de wereldkampioene Melnichenko zit in baan 6.
De winnaar is van het zilver bij de wereldkampioenschappen vorig jaar, Brianna Tyson uit Canada, zit in baan 5. Als zij mee kan met de Canadese Tyson en Melnichenko, dan zet ze een eerste goede score neer. Het gaat uiteindelijk om de punten. Broers wachten even en dan goed weg. Eerste orde gaat goed, tweede gaat goed. Tyson en Melnichenko, Broers gaat mee als derde. En doet het prima. Ja, ja, zoals verwacht. De kop is eraf voor haar. De winnende tijd voor de Canadees Tyson is 8.13. Melnichenko 8.18. En een evenaring van het persoonlijk record van Nadine Broers, 8.32. Een prima begin. Europees indoorkampioen Eelco Sint-Nicolaas is er uiteraard ook bij om zich te meten met de sterkste van de wereld. Hij heeft baan 7. En hij neemt het op tegen onder andere Ashton Eaton. En die staat naast hem. De wereldrecordhouder, de wereldindoorkampioen. Eigenlijk de alleskunner. De beste aller tijden. Verder ook sterke concurrentie van de Oekraïner Kasianov in baan 1. En de Canadees Damian Warner in baan 3. Kan Sint-Nicolaas mee met de Amerikaan? Make-up is weg. Goede start was van Sint-Nicolaas. Een misstapje. Het verschil met Eaton is groot. Warner en Kasianov gaan goed. Eaton wint. En Sint-Nicolaas, had zich daar denk ik wat meer van voorgesteld. Eaton laat zien dat hij super is. 6.66 is een nieuw persoonlijk record. Beter gezegd, een evenaring van zijn persoonlijk record. Warner, prima met 6.75. En de vierde plaats van Eelco Sint-Nicolaas en de 7.01 stelt een klein beetje teleur. Het tweede onderdeel van de vijfkamp is het hoogspringen. En Nadine Broersen beheerst dit onderdeel. Concentratie voor de sprong, tot nu toe een foutloze serie. Ze heeft dit seizoen 1,90 meter gesprongen. En ze kan dus bij het hoogspringen de punten pakken. 1,84. Nou, nog niet zo overtuigend, maar de lat blijft liggen. En ze blijft die foutloze serie houden. Toucheert met de benen de lat. En krijgt aanwijzingen van coach Ronald Vetter. Leider in de wedstrijd, Brian Tyson. Begon niet overtuigend. Nu in de tweede sprong wel over 1,84. Zo blijft zij dus ook goed meedoen. De lat ligt op 1,93 meter. Dat is een recordhoogte. Ze is al de beste bij het hoogspringen. Wint ten opzichte van de concurrentie. Maar wordt dit een Nederlands indoorrecord? Ja, geweldige sprong. 1,93. En ze verbetert het record van Ramona Fransen uit 2011. Ze boekt bovendien geweldig veel puntenwinst ten opzichte van de concurrentie. En daardoor gaat Broersen aan de leiding na twee onderdelen op de vijfkamp. Is Brian Tyson de nummer 2 en is Melnichenko teruggezakt naar plaats 3, de Oekraïense. Eaton, leider in de wedstrijd. Tweede sprong, de eerste mislukte. Hij kan geweldig ver springen en dat laat hij hier zien. Want dit is 7,78 meter. Persoonlijk record van deze Amerikaan is 8,23 meter. De Oekraïne Kasianov pept zich op. Hij begon goed met de 60 meter. Zeer explosief. 28 jaar. Twee jaar geleden goed voor zilver bij de wereldindoorkampioenschappen in Istanbul. Kasianov kan over de 8 meter springen. Is alweer even geleden. Maar hier doet hij het nu goed. Had 7,38 uit de eerste ronde. Explosief, sterk. Deze sprong is goed voor 7,54 meter. Dan de laatste sprong van de Belg Thomas van der Plaatsen. Hij deed het goed op de 60 meter met een persoonlijk record. En dit is een geweldige sprong. Want de Belg komt tot 7,67 meter. En daarmee wordt hij tweede bij het verspringen. De Nederlander Sint-Nicolaas stelt teleur met 7,14 meter en zakt daardoor in het klassement. Tweede serie 800 meter met daarbij de Nederlander Tijmen Kupers. Kupers vertrokken in het oranje. Kent een geweldig seizoen. Scherpte zijn persoonlijke record tot tweemaal toe aan tot 1,4670, de nummer 9 in de wereld. Hij neemt het initiatief, laat het dan over aan Bala. Maar het is goed wat Kupers doet.
Want het gaat hier alleen om de nummer 1 voor rechtstreeks kwalificatie. En dan komen nog de drie beste verliezers erbij. Kuipers probeert te controleren. Bala, Olivier zit er voor hem. En achter Kuipers is de Pool Lewandowski. Voormalig Europees kampioen over 800 meter in de buitenlucht. Olivier zet een beetje bij, blijft nog achter Bala. En Kuipers steeds op de derde plaats. Trainend en wonend in Groningen. 22 jaar. Heeft een goede ontwikkeling dus doorgemaakt dit seizoen. Maar ze voeren het tempo niet op. Dus het gaat hier puur om de winst. Ja, hierna komt er nog een serie. Maar dan, Olivier versnelt. Onlangs pas liep hij zijn eerste indoor race. 1.44.99, dat zijn nog eens tijden. En nu trekt hij flink door en Lewandowski gaat mee naar plaats 2. En Kuipers knokt voor de derde plaats. Olivier, Lewandowski en Tijmen Kuipers op de derde stek. Het gaat alsmaar sneller op die laatste 40 meter. Olivier en Lewandowski. En de tijd is hier 1.46.21. En Kuipers doet het sowieso heel erg goed. Hij moet hier dus weer zijn persoonlijke record hebben aangescherpt. Is dat dan voldoende om uiteindelijk in de finale te geraken? In deze derde en laatste serie gaat de winst naar de Pool Adam Ksot. Zoals verwacht. De tweevoudige Europees indoorkampioen Ozeki gaat goed mee als de nummer 2 met 1.45.88. Maar dan duurt het. Totdat Mutai de Keniaan met 1.47.41 over de finish snelt. En dat betekent dat de Nederlander Tijmen Kuipers op basis van tijd toch de finale bereikt. Het kogelstoten met Nadine Broersen. Dit seizoen verbeterde ze haar persoonlijke record tot 14,93 meter. En ze is natuurlijk in geweldig goede doen. De concurrentie komt vooral van de Amerikaanse Sharon Day en ook van de Canadese Brian Tyson. Ja, dit is 14,59 meter en dat is een prima begin voor Broersen. Dan, Tyson. Zilver bij de wereldkampioenschappen vorig jaar. De zevenkamp. Is duidelijk minder goed bij het kogelstoten dan Broersen. Maar ze heeft straks nog wat verspringen waarop ze goed is en de 800 meter. Andere techniek. Ja, en dit is toch ook een goed resultaat van Tyson. 13.46 dit seizoen. Het lijkt erop dat ze hier haar persoonlijke record verbetert. En dat doet ze inderdaad, want 13.86... is nu haar beste prestatie ooit bij het kogelstoot. Kan zij nog één keer uithalen? Broersen, 14.59 heeft ze staan. Derde en laatste poging bij het kogelstoot. Ja, alle punten tellen. Met straks nog het verspringende 800 meter. Broersen nog altijd aan de leiding. Nee. Je ziet het aan haar gezicht. Zeer kritisch op zichzelf. Ze baalt dat dit niet beter is. Maar het is voldoende om het tussenklassement te blijven aanvoeren. Na drie onderdelen heeft Broersen 3035 punten. Op de tweede plaats staat nu de Amerikaanse Sharon Day Monroe. Die door 14,95 meter opgeklommen is tot 2919 punten. Voor Brianna Tyson Eaton met 2914 punten. Fyodorova, die het kogelstoten won met 15,5 meter. Is nu de nummer 4. Ja, Nadine, ik mag je al feliciteren met je Nederlandse record hoogspringen. Hopelijk is het niet de laatste keer, maar het leek helemaal te kloppen met hoog. Ja, het ging heel erg goed. En de sprong op 1,90 was niet heel goed, maar daar ging ik overheen. En die sprong van 1,93 was eigenlijk gewoon bijna perfect, denk ik. En ik had het gevoel dat 1,96 er ook in zat. Maar ik denk dat ik iets te graag wilde. Maar ik ben super blij met 1,93. Ja. Tot nu toe loopt het heel goed, hè? Ja, gaat heel erg goed. Hoorde was een beetje slordig. Maar ja, toen ik de tijd zag, 8.32, denk ik, ja, dat is even naring van mijn PR. Dus gewoon prima.
kogel in de eerste stoot gewoon meteen goed. En ook daarna wilde ik iets te graag, maar ja, 3 goede onderdelen gehad. Ja. Ja, je bent zoals iedere atleet erg kritisch en zo hoort het. Er komen er nog 2, ver en 800 meter. Ja, nu ligt er wel iets heel moois in het verschiet. Besef je dat? Ja, tuurlijk. Alleen ik weet ook heel goed dat ik inderdaad nog 2 onderdelen goed moet doen. En ver zal gewoon een belangrijk onderdeel zijn. En dan wil ik ook voor mezelf gewoon goed presteren. En ja, daarna kijken we weer wel. Succes. Dankjewel. Het wordt spannend daar in Polen, Sopot, bij het WK Indoor. Gaan we nu over naar het schaatsen. Vorige week reden veel Nederlanders nog de nationale kampioenschap in het Olympisch Stadion van Amsterdam. Nu staan ze weer aan de start van de voorlaatste wereldbekerwedstrijd van het seizoen. En die wordt gereden in het Zuid-Duitse Insel. Met vandaag 3 afstanden. 2 voor de vrouwen, de 500 en de 1500 meter. En 1 voor de mannen, de 5 kilometer. En daar beginnen we mee. Op de 5 kilometer bij de mannen ontbreekt natuurlijk de gouden medaillewinnaar van Sochi. Sven Kramer is gisteren geopereerd aan zijn luchtwegen. Heeft een punt gezet achter zijn seizoen. En Kramer liet gisteren al weten dat de operatie is geslaagd. Operatie is goed gegaan, twittert hij. Het ziekenhuis Gelderse Vallei is top. Relaxed om nu alweer thuis te zijn, aldus Kramer op Twitter. En in het klassement gaat hij nu nog gewoon aan de leiding. Kramer won 2 keer een 5 kilometer en 1 keer een 10 kilometer. Jorrit Bergsma ziet zijn kans nu schoon om de eindzege te gaan pakken. Want Kramer is er niet bij en Sung Hoon Lee ontbreekt ook de nummer 3. En ook de nummer 4 in de stand is er niet bij vandaag. De Belg Bart Swings heeft zich op het allerlaatste moment teruggetrokken. Hij is ziek. Hij zou oorspronkelijk uitkomen tegen Jorrit Bergsma. De Fries rijdt nu tegen zijn BAM-ploeggenoot Bob de Jong. De andere Nederlander op de 5 kilometer is Rob Hallers. Het commentaar is van Herbert Dijkstra. En daar rijdt hij, de marathonschaatser uit Krachenburg, Rob Hallers. Hij is inmiddels 30 jaar ook. Begonnen met Olympische aspiraties aan dit seizoen. Deed mee aan afstandskampioenschappen. Maar kwam uiteindelijk tekort. Reed grote wedstrijden ook dit jaar weer in het buitenland. Als marathonschaatser. Weer de Weissensee. En keert nu dus terug op de lange baan. En wil nog iets laten zien aan het einde van dit seizoen. Want dat hij kan schaatsen, dat staat buiten kijf uiteraard. Mooie natuurreiswedstrijden ook gewonnen, zoals de Holland-Venetië toch. Van Skarsterlaan in 2012 won hij het natuurijsklassement. Maar wil zich graag meten met de internationale schaatstop. De lange baan, de lange afstand. Hier rijdt hij tegen de Amerikaan Pat Meek, die we nog kennen van Sochi. Maar die overigens in de achterhoede reed op 5000 meter. Ja, hadden ze wellicht iets te hard begonnen. Iets te snel van start gegaan. Lage rondjes 29 zijn nu hoge rondjes 31 geworden. Dat heet dan een oplopend schema. En dat betekent dat ook de vermoeienissen van dit seizoen een rol gaan spelen bij Rob Hallers. Maar ook de Amerikaan heeft het moeilijk. De eerste rit dus. De heren moeten een tijd zetten. Sven Kramer is nog de leider in het klassement. Combineert klassement van de 5 en de 10 kilometer. Maar Kramer heeft een punt achter zijn zoen gezet. En dat betekent dat de leiding zal worden overgenomen door iemand anders, vermoedelijk Bergsma. Die zal starten in de laatste rit tegen de Jong. Hadders heeft zich niet gespaard, deze 5000 meter. Maar u ziet aan zijn gezicht dat hij het toch moeilijk heeft in de slotfase. Dat betekent ook dat zijn persoonlijk record niet in het geding is, de 6.23. Dat is wel de tijd waarop hij vertrokken is. Maar de slotronde was moeizaam. En uiteindelijk levert het 6.28.14 op voor Rob Hallers, een Amerikaan. Pat Meek, 6.32.08. We kijken naar de Rus, Denis Yuskov. Het is geen uitgesproken specialist op deze afstand, dat weten we. Maar hij gaat er altijd voor. En daar moet je toch respect voor hebben. Ja, de Russen, althans bij de mannen, bleven toch met lege handen staan. De Olympische Spelen. Veel werd er verwacht van deze Yuskov, met name op de 1500 meter. En eerlijk is eerlijk, slecht deed hij het niet. Hij werd vierde op die afstand. Uiteindelijk zesde op deze 5000 meter. Maar wat je bij Yuskov ziet is dat hij altijd hard van start gaat op de 5 kilometer. En dan wel ziek waar het schip stroomt. Het is dus een man die zichzelf veel pijn durft doen.
Begonnen met allemaal rondjes 29. Dat hield hij tot twee ronden geleden vol. En nu inmiddels in de 31ers. Zag Poltavets, de coach, overigens uit Oekraïne. Daar komt hij vandaan, verhuisd naar Nederland. En in Russische dienst. Dat moet toch een merkwaardige beleving zijn. Zeker de afgelopen periode. Wat allemaal gebeurt in Oekraïne en Rusland. Maar die Poltavets staat dus hier, deze Rus, Yuskov, te coachen. En het zijn ook goede vrienden. Hij komt oorspronkelijk uit Moldavië. Hij heeft ook het een en ander meegemaakt, deze Yuskov. Gevlucht met zijn moeder, ook uit oorlogsgebied. Opgegroeid in Moskou, opgepikt door Poltavets. En we gaan ongetwijfeld nog veel van hem horen. Het is in ieder geval een man met een goede instelling. Dat kun je van Skobrev niet zeggen. Die heeft zich afgemeld voor de zoveelste keer. Maar deze Yuskov gaat ervoor en rijdt 6.23.69. En weer waren het moeizame slotronden. Maar de tijd staat nu wel als beste tijd. 6.29.57 voor Dmitri Babenko uit Kazachstan. U kijkt naar de 31-jarige Douwe de Vries. De Vries is bezig aan een prima 5000 meter. Doet een aanval op de tijd van Yuskov. Is daar nog 18e van verwijderd in de tussentijd. Maar we weten dat Yuskov, de Rus, het toch moeilijk had in de slotfase van zijn 5000 meter. Ja, dit is de taaiheid zoals we die kennen van deze Douwe de Vries. Een week geleden nog gedisqualificeerd bij de allround kampioenschappen. Maar wie niet, zou je bijna zeggen, het toernooi van de scheidsrechter. En de Vries die wil nog wel iets rechtzetten. We gaan eens kijken bij de doorkomst. Na de bel voor de laatste ronde is die 700ste sneller dan de tijd van Yuskov. En dat betekent dat de Vries dus rijdt op een schema van 6.23. Heeft de Duitser ver achter zich gelaten. Geis Reiter, die hier een thuiswedstrijd rijdt. Inwoner van Insel, die wilde wat laten zien. Maar komt helemaal niet in beeld, omdat deze de Vries zo'n vlekkeloze 5000 meter rijdt. De 6.23 van Yuskov wordt hier verbeterd, mag je aannemen. En dat gebeurt ook. 6.22.88 voor Douwe de Vries. En dat is een prima 5 kilometer. Daar hoeft hij zich niet voor te schamen. Daar verslaat hij met groot verschil Geis Reiter, die binnen is in 6.34.70. De voorlaatste rit op de 5000 meter gaat tussen deze jonge Noor, Sverre Lunde Petersen. Die rijdt tegen de Duitse Patrick Beckert. En dat is een leuke rit. Het zijn heren die het elkaar moeilijk maken. En dat gaat nu ten koste van Beckert, die inmiddels rondje 31 noteert. Het ging even gelijk op. Sverre Lunde Petersen, die heeft er kennelijk nog zin in. Ja, en dat is een man die het hele seizoen toch constant rijdt. Noorwegen is er schande van gesproken dat de 10 kilometer werd afgezegd voor de Olympische Spelen. Om een goede ploegachtervolging te kunnen rijden, daar is niets van terechtgekomen. De ploeg staat onder druk. De trainer, dus de vader van deze schaatser, staat onder druk. Zijn aftreden wordt geëist. Dat zal natuurlijk ook gaan gebeuren. Sverre Lunde Petersen. Laat zien dat hij in ieder geval nog heel is aan het einde van dit seizoen. En doet een aanval op de beste tijd. Gereden nu door Douwe de Vries, de 6.22.88. Daar zit hij ruim 3 seconden achter. 3 seconden onder en Beckert zit daar een fractie boven. Ja, dat is wel een man die het allround toernooi nog kleur kan gaan geven in Heerenveen. 2 weken. En dan rijdt hij nog op een uitstekende tijd. Net onder de 6.20. 6.19.48 voor Petersen. 6.22.71. En daarmee duikt hij net onder de tijd van de Vries. Patrick Beckert. Maar het moest uit het eelt van zijn tenen komen. Petersen senior is dit. Goed gereden. Maar de winnende tijd, die gaan we zien in de laatste rit. Want hier staat de regerend Olympisch kampioen op de 10 kilometer. Jorrit Bergsma.
tegen Bob de Jong. Oud Olympisch kampioen 10 kilometer. Nu gaat het op de 5 kilometer. Dat zijn toch ook afstanden die de beide heren goed beheersen. Het zijn ook teamgenoten. Samen in hetzelfde marathon schaatsteam. Totaal verschillende schaatsers, dat wel. Bergsma heeft wat meer snelheid, is ook sneller vertrokken. Maar eergevoel hebben ze allebei. En dit kan wel een leuke rit gaan worden. Inzet is uiteraard de winst in deze wereldbeker, maar het levert in ieder geval voor Bergsma nog iets meer op als hij wint. Hij zou de leiding in het wereldbekerklassement overnemen van Sven Kramer, die zich heeft afgemeld voor de rest van dit seizoen. Kramer heeft 2 keer de 5 kilometer en 1 keer de 10 kilometer gewonnen dit seizoen. Op een totaal met de ongeslagen status, althans de wereldbekercyclus van 300 punten. Bergsma staat nu tweede in dat klassement met 250 punten. Stond alle keren ook op het podium. Zilver, brons en goud in wereldbekerverband. Hij heeft zich uiteindelijk hier in Insel weer wat kunnen richten op het schaatsen. Nadat ook hij zelf is geschrokken van alle commotie. Rondom de ploegachtervolging. Daar was hij zelf ook debet aan, maar hij had natuurlijk niet al die opschudding verwacht. Want Bergsma sprak met zijn hart. Inmiddels lijkt die storm wel geluwd. ...29,5 voor Bergsma en daarmee 2/10 nu sneller dan de snelste doorkomsttijd. Bob de Jong geeft toch wel veel terrein prijs. Jillet Adema. Hoogste met zijn mannen. Veel successen. Want laten we vooral de marathonsuccessen niet vergeten. De ploeg is nog niet zeker van het voortbestaan. De sponsor overweegt misschien wel door te gaan. Maar vooralsnog, houd het op. Dat betekent dat ook de ploeg Adema op zoek moet naar een nieuwe sponsor. Bergsma, het is een geweldige atleet. Een man die goed is op verschillende afstanden. Variërend van 5, de kortste afstand voor hem althans, tot 200 kilometer. Dat kan hij ook aan, dat heeft hij meerdere keren bewezen. Meervoudig Nederlands kampioen op de marathon. En vooral veel getraind op snelheid, die basissnelheid. Dat was nog een probleem voor Bergsma. En hij pakte uiteindelijk op het juiste moment de Olympische titel op de 10 kilometer. We zijn over de helft. Een vlakke race zoals we dat kennen van Bergsma als die in vorm is. Ook de Jong versnelt een beetje. Moet Bergsma tot het uiterste om hier te gaan winnen? Ja, hij moet in ieder geval winnen van de Jong, maar die rijdt nu op grote achterstand. De 6:19 van Petersen lijkt op voorhand niet een erg groot probleem. Barenkoor staat op naam van Kramer, gereden in februari 2013. 6:11:76. Daar hoeft Bergsma zijn best niet voor te doen om hier te winnen. Hij lijkt toch ook niet al te veel tegenstand te krijgen van de Jong. Dan gaat hij hier dus vrij gemakkelijk de leiding in het wereldbekerklassement overnemen van Kramer. Het is zijn verloofde, Heather Richardson. Kijk eens, Bergsma versnelt nog even. Komende zomer gaat Bergsma trouwen met de Amerikaanse. De bedoeling is om in Nederland te gaan wonen. Friesland
van Lage 29. Ja, zeker 29. 4 voor Persma. Daarmee gaat hij met afstand hier de beste tijd neerzetten. En de Jong heeft het moeilijk. Pedersen kwam door in 5-18. Het verschil dus meer dan 4 seconden in het voordeel van Persma. Daarmee toont Persma toch ook al mentale veerkracht. Fysiek was hij dik in orde. Zal het hem niet helemaal in de koude kleren zijn gaan zitten. Dat hij nogal wat tegenwind kreeg. Als gevolg van alle naweeën rondom de commotie van de achtervolgingsploeg. Dat heeft hij allemaal achter zich gelaten. Hij spreekt nu met zijn benen. 4,5 seconden onder het schema van Pedersen. En daarmee gaat Bergsma dus 100 punten pakken. En dan komt hij op een totaal van 350. Is hij de nieuwe leider in het wereldbekerklassement. Op de langste afstanden de 5 en de 10 kilometer. 6:14:08. Met speelsgemak is de winnende tijd vandaag in Insel. Hij hoefde niet eens heel diep te gaan. Dat moest de Jong wel. En die komt daarmee niet in de buurt van het podium. De 6:23:84 is goed voor plaats 6. Een fenomeen. Is het aan het worden. Jorrit Bergsma. Ja, en de jaren gaan misschien toch een keer tellen voor de Jong. Die in elk geval van plan is om ook volgend jaar nog te schaatsen. We zullen hem terugzien bij de wereldbekerfinale. Maar vandaag voor de verandering zien we de Jong dus niet op het podium. En is het zeker geen clean sweep voor Nederland op de 5 kilometer. Een Nederlander, een Noor. En een Duitser. En daarmee staat Douwe de Vries dus net naast het podium. En op het podium steekt er één man ver bovenuit. En dat is Jorrit Bergsma. De 6:14:08. En als hij zich kwaad had gemaakt, had hij ook nog een aanval kunnen doen. Op het baanrecord. Maar dat was helemaal niet nodig. Bergsma wint de 5000 meter. Dan de volledige uitslag. Van die 5000 meter vandaag. Bergsma in de 6:14:08. Een verschil met van meer dan 5 seconden. Ten opzichte van de Noor. Sverre Lunde Pedersen. De Duitser Beckert met 6:22:71. Net even sneller dan Douwe de Vries. Dat is jammer voor de Vries. Die zat er dus dichtbij. Juskov. Hij wordt beter en beter en beter op die 5 kilometer. En de Jong had het moeilijk vandaag op plaats 6. En ook Hadders, de marathonschaatser, zagen we nog in de top 10. Jorrit, gefeliciteerd. Overtuigend. Is dit ademverplicht als Olympisch kampioen? Ja, Olympisch kampioen, dat was in de 5 kilometer weer. En, maar toch, eerste keer aan de start. Ja, tuurlijk. Ja, inderdaad, de grote namen waren hier niet. Ja, alleen Bob de Jong, maar ik weet niet wat hij vandaag gaat. Maar voor de rest moet ik normaal gesproken wel kunnen hebben. En, is dat jammer dat die grote namen er niet zijn? Ja. Ja, dat is hun eigen keuze en dat is niet anders. Ik ben er niet echt mee bezig en ik wil gewoon hier rijden en ik wil hier gewoon goed rijden. En ik zet hier een lekkere, goede rit neer en ik ben gewoon er blij mee. Ja, moet je dat van jezelf? Want ja, je wint zo dik, je hoeft niet zo hard, maar je wil zo hard. Moet dat van jezelf? Nou ja, de 5 kilometer is altijd nog het grootste leergebied voor mij. Dus ik moet gewoon ook vaker blijven rijden en gewoon steeds weer goede ritten blijven rijden. En, dat probeer ik wel steeds van mezelf te vragen. En, als iedereen aan de start staat of niet. Ik wil gewoon een goede rit neerzetten. Geef jezelf eens een cijfer. Dit is een goede, toch? Ja, dus, ik wou hem niet geforceerd beginnen. En dat ging ook hartstikke goed. Ik hield hem heel lang op 9,5. En op laatste liep hij iets op. En het is een, zeggen? 8? Ja, 8 is wel voldoende. Dikke voldoende? Ja, dikke voldoende inderdaad. Bijkomend voordeel is dat je leider bent in de wereldbekerstand nu. Is dat iets waar jij nog naar kijkt, wat jou nog wat interesseert? Ah,
ja, tuurlijk. Elke race wil je winnen. En dat is gewoon een, ja, lekker dat je dat, dat mee kan nemen. Je moet naar de huldiging. Staat iemand aan met te trekken? Laatste vraag. Ben je blij dat het schaatsen weer begonnen is? Want na de Spelen was er ook dat gedoe, hè, van dat iedereen wat vond van je, dat jij had bedankt voor die ploegachtervolging. Ben je blij dat het achter de rug is, dat je nu weer gewoon kunt gaan schaatsen? Ja, zeker. Ik ben blij dat het voorbij is. En er is genoeg over gezegd. En ja, nu weer lekker schaatsen. Dat is toch wat het mooiste is om te doen. En dat is weer lekker. Dankjewel. Wat hij het beste kan natuurlijk. Jorrit Bergsma. Eerste afstand hebben we gezien. Die gaan we ons opmaken voor de eerste afstand bij de vrouwen. Dat is de 1500 meter in Insel. Diana Valkenburg won de strijd in de B-groep. En dat deed ze in een tijd van 1:57.01. En dat zou zomaar eens de winnende tijd van de dag kunnen worden. Vier Nederlandse vrouwen staan aan de start in de A-groep. Jorien Voorhuis, Marit Leenstra, Lotte van Beek en Irene Wüsten. Dit is de stand in de wereldbeker. Voordat we gaan beginnen, Irene Wüst aan de leiding in die stand. Ze pakt op te spelen het zilver, dat weet u. Nummer 2 is Brittany Bowe, net voor Lotte van Beek. De bronzen medaillewinnares van Sochi. De 1500 meter voor vrouwen met Herbert Dijkstra. Dag dames en heren, welkom terug in de Max Eiger Arena. Dat is de overdekte hal, de schaatstempel van Insel. We zijn inmiddels begonnen met de eerste rit op de 1500 meter voor vrouwen. Ja, die 1:57 die ik zojuist hoorde. Dat zou mij verbazen als dat de winnende tijd van de dag zou worden. Het zou natuurlijk kunnen, maar gezien alles wat er nog rijdt zo dadelijk in de A-divisie, moet het toch mogelijk zijn om het baanrecord van Wüst, ze rijdt trouwens natuurlijk ook zelf hier in de laatste rit, dat moet toch in het bereik liggen, zou je zeggen. Ook in de wetenschap dat Wüst in Heerenveen al sneller was. Het is ook de meest succesvolle afstand van de Olympische Spelen. Het was niet alleen een clean sweep, het was zelfs 1, 2, 3 en ook nog 4, want Leenstra werd vierde. Overigens, de winnares van Olympisch Goud is hier niet, Jorien ter Mors. Zij heeft andere beslommeringen, want er is ook nog een wereldkampioenschap shorttrack aan de andere kant van de oceaan in Canada. Daar is ter Mors in elk geval aanwezig. En hier kijken we naar de dames in de eerste rit. De Japanse Takagi 6:21 tegen Dimitrieva de Russin. Die vooral allround capaciteiten heeft. Die gaan we dus over 2 weken nog zien in Tialf in Heerenveen, waar het uitverkocht is. Waar zij mee zal doen naar het wereldkampioenschap. Alle afstanden is gemiddeld goed, maar een uitschieter heeft ze niet. En dat zien we ook in deze rit. Nog net onder de 2 minuten, dat wel. Maar het zal geen podiumplaats opleveren voor beide vrouwen niet. 1:59.08 voor Takagi. 1:58.77 voor Dimitrieva. 10 ritten in totaal, 4 Nederlandse vrouwen. In de laatste rit Irene Wüst. Wüst in de voorlaatste rit Lotte van Beek. In rit 7 Marit Leenstra. Allemaal Olympische deelnemsters. En omdat ter Mors er niet is, mag Jorien Voorhuis in rit 2, dat is dus de volgende rit, in actie komen tegen Czerwonka, de Poolse. Baanrecord hier op naam van Irene Wüst, 1:54.8. Daar staat Jorien Voorhuis tegen de Poolse Czerwonka. Dat is een valse start. Dat is jammer. Slecht begin voor Jorien Voorhuis. De man daar in de rode jas is de Poolse coach. Kmetschik. Succesvol als een van de weinige niet-Nederlandse coaches succesvol zijn, is vrij bijzonder. Op de Spelen van Sochi. Dat komt door onder meer de medaille van deze Czerwonka op de ploegachtervolging. Maar vooral ook door het optreden van Brodka met Olympisch goud op de 1500 meter. En zij was er niet bij op de Olympische Spelen, Jorien Voorhuis. En zal ook vermoedelijk niet actief zijn op de wereldkampioenschap allround. Ze is daar aanwezig als reserve. Voorhuizen nu goed vertrokken. Ja, mist de kwalificatie voor het wereldkampioenschap. Een week geleden door op het allround kampioenschap in de open lucht op de Olympische baan in Amsterdam. De coolste baan van Nederland. Om daar net even tekort te komen ten opzichte van Irene Schouten. Die we vooral kennen van het marathonschaatsen.
Voorhuis, die gaat in ieder geval voortvarend van start. 26-0-6. Reed een aantal wereldbekerwedstrijden. Begon dit seizoen, begin van dit schaatsseizoen in Calgary. Vervolgens werd Salt Lake City aangedaan. Van daaruit ging het hele schaatslegioen naar Astana. En Berlijn was tot vandaag de laatste wereldbeker. De plaats waar gereden werd, was natuurlijk nog voor de Olympische Spelen. Die wereldbekercyclus wordt in Insel weer opgepakt. En krijgt nog een vervolg met de wereldbekerfinale. Over de week in Heerenveen. Daar is ook wat kritiek op. Want is het niet een beetje mosterd na de maaltijd? Ja, dat is natuurlijk zo als je al Olympische Spelen hebt gehad. Maar de wereldbekerwedstrijden worden elk seizoen gereden. Dan worden er diverse continenten aangedaan. En de Amerikanen zijn na de Spelen nog helemaal niet naar huis geweest. Die hebben zich hier in Insel gevestigd. Bereiden zich ook voor op de laatste toernooien van dit seizoen. En willen nog enigszins revanche nemen op de Spelen van Sochi. Voorhuizen verslaat met groot verschil Cervonka. En doet dat in 1.56.74 en is daarmee dus al sneller dan de winnende tijd eerder vandaag in de B-divisie. 1.56.74. Daarmee zet Voorhuis toch ook een beetje de toon voor de komende ritten. De Poolse Cervonka. Nu gelukkig wel succesvol in Sochi, waar het 4 jaar geleden in Vancouver voor haar niet lukte. Omdat zij reserve was en een beetje in dezelfde positie zat als Jorrit Bergsma. Een reserverol zonder optreden. En dat betekent dat je geen medaille krijgt en dat gold ook voor Cervonka. Maar gelukkig reed ze wel in Sochi. Kikuchi staat daar. En ze rijdt tegen good old Tabata. Die haar rentree vierde, een paar jaar geleden. Inmiddels 39. Trage start van Tabata. Hoe lang is ze er al bij? Inmiddels 5 Olympische Spelen heeft ze achter de rug. 1 keertje succesvol, dat was in 2010 in Vancouver met het zilver. De ploegachtervolging. Individuele nummers. Zagen we Tabata nooit op het podium bij Olympische Spelen. En ook in eigen huis in Nagano in 98 was ze er niet bij. Omdat ze haar enkel had gebroken. Dat was natuurlijk een enorm dieptepunt. Het sportieve leven van Tabata. Hoogtepunten waren er ook. Ze haalde een paar keer zilver bij het wereldkampioenschap op deze afstand, de 1500 meter. Altijd haar sterkste afstand geweest. Maar de jaren gaan toch echt tellen. Want Tabata is 39. 94 erbij, de Olympische Spelen. 2002, 2006, 2010, 2014 in Sochi. Dat waren normaal gesproken haar laatste Olympische Spelen. Overigens reed Tabata daar op de 1500 meter in de achterhoede. Voorhuis in de vorige rit kwam na 1100 meter door in 1.25.14. Daar gaat deze vrouw bij lange na niet aankomen. Dikke seconde zit Tabata daarboven. Dit seizoen ook geen enkele keer top 10 gereden bij de wereldbeker. Maar het schaatsen is nog altijd haar grote passie. Ja. Waarom zou je dan ook niet? En ze wint hier nog van Yonki Kikuchi. 1.58.81 en 1.58.84 voor de beide Japanse vrouwen. Ja, bij de wereldbeker mag je wel tegen elkaar loten. In tegenstelling tot Olympische Spelen, dus... Twee dezelfde landen, 2 Japanse vrouwen hebben we gehad. En zo dadelijk krijgen we 2 vrouwen uit Tsjechië.
Je kunt discussiëren over wat nu precies een hooglandbaan is en wat nu een laaglandbaan is. Ja, dat is vrij duidelijk. De banen in Nederland, dat zijn laaglandbanen. Insel hangt er een beetje tussenin. Erbanova, Sablikova, twee landgenoten tegen elkaar. Sablikova heeft van die dagen dat ze ook de 1500 meter het podium kan halen. Het gebeurde aan het begin van dit seizoen. In Calgary bij de eerste wereldbekerwedstrijd haalden ze brons. 4 jaar geleden ook nog brons bij de Olympische Spelen op de 1500 meter. Maar in Sochi reed ze die afstand niet eens. Want de verschillen ten opzichte van de concurrentie, de echte specialisten. Dat verschil is alleen maar groter geworden. Erbanova mag je min of meer wel een specialiste noemen. Meer op de 1000 meter nog dan de 1500. Maar als ze nog in staat is om te groeien op deze afstand, moet ze Sablikova de baas zijn. Ja, het probleem is toch altijd haar laatste ronde. En ze is nog maar 21. Deze Erbanova. Net op de rondetijden. Nu 29-1 en 29-2. En de rollen zullen straks omgedraaid zijn. Daar komt Sablikova. En die gaat nu zo'n beetje op gang komen. Heeft nogal wat supporters meegenomen uit eigen land. Tsjechië is niet zo ver hier vandaan. Dit is ook de baan waar Sablikova normaal gesproken traint. Want in eigen land nog steeds geen 400 meter kunstijsbaan. Daar komt de Sablikova aan. En nu zijn inderdaad de rollen omgedraaid. Kijk maar. Groot verschil in rondetijd. Nu in het voordeel van Sablikova die ook haar landgenoten gaat verslaan. Maar ze is populair in eigen land. Was al meerdere keren sportvrouw van het jaar. En rijdt hier de 1.56.69 en is daarmee 500ste sneller dan Jorien Voorhuis. Hij is een goede tijd ook. Ze is kwetsbaar, heeft nogal eens last van blessures, ook een rugblessure. En starten is nog wel eens een probleem. Reden ook waarom ze deze afstand weinig heeft gereden. Ze wilde geen risico's nemen. Ze wilde zich richten op de 3 en de 5000 meter. Maar ik verwacht eerlijk gezegd nog wel een tijd in de 1.54. En als Wüst in goede doen is, en waarom zou ze niet, dan moet hier ook 1.53 mogelijk zijn. U zag Heather Richardson, u ziet Olga Graaf. Goed voorbeeld doet volgen. Eerder vandaag zag ze haar man de 5 kilometer winnen. En de Amerikanen hebben nog iets recht te zetten. Graaf, succesvol in Sochi. Met brons, de 3000 meter. Brons bij de ploegenachtervolging. En dat succes, dat had Richardson eigenlijk willen hebben. Op de 1000, maar toch ook op de 1500 meter. Berlijn stond ze nog op het podium met brons bij de wereldbeker. Dat is toch ook een klassering die bij haar past, een podiumplaats. Nog meer op de 1000 meter natuurlijk, maar die 1500 meter, dat moet ze kunnen. Maar de Amerikanen hebben collectief gefaald. En dat zit hen enorm dwars. 28-7, alsjeblieft. Met afstand is Richardson nu de snelste. Hij heeft geen enkele tegenstand van Graaf. Graaf komt altijd langzaam op gang. En dat kun je van Richardson niet zeggen. Maar Graaf heeft misschien een goede slotronde. Het zou me niet verbazen als in deze ronde al de Russin sneller is. Maar de achterstand is wel groot. 30-6 en 29-7. Kijk. En dan heeft de Russin op de binnenbocht. En dan kan ze het Richardson nog lastig maken. Want Richardson staat helemaal stil. Die 1500 meter is te hoog gegrepen voor haar. En dan doet ze het op karakter. Maar daar komt de Russin. Olga Graaf. Die bekend staat om haar slotrom.
En daar komt ze aan en ze gaat dus echt de Amerikaanse klop. Graaf in 1.56.76, dat is niet genoeg. En 1.57.16 voor Richardson. Nou, die 500 meter van Richardson, dat zit normaal gesproken wel goed. Graaf is de betere. Drie afstanden vandaag. 500, 1500 voor vrouwen en 5 kilometer voor mannen. Die 5 kilometer heeft u intussen kunnen zien. Het is de Italiaan Maurizio Marchetto in Russische dienst. Sablikova blijft dus aan de leiding met 1.56.69. Het zit heel dicht bij elkaar. Van Angermüller mag je het niet verwachten. En van Shigova eigenlijk ook niet. Als je kijkt naar de uitslagen dit seizoen. Erg wisselvallig. Beste uitslag van de Rusin Shigova. Dit seizoen op de 1500 meter. De vijfde plaats in Berlijn bij de Wereldbeker. Shigova speelde nog wel een rol bij de ploegachtervolging. En daarmee dus ook deelde zij in het succes van de bronzen medaille. Angermüller, ja, kan top 10 rijden op de 1500 meter. Beste uitslag, de zevende plaats dit seizoen. Dat was in Kazachstan, in Astana. Waar toch niet de concurrentie voltallig was. En Angermüller heeft één merkwaardige uitslag gereden. Merkwaardig omdat ze dat één keer deed. Het winnen van de 1000 meter. En dat gebeurde in Erfurt bij de Wereldbeker. In 2010 was dat. 28-6. Angermüller dus ook hard van start gegaan. Maar normaal gesproken ook problemen met de laatste ronde. Seconden nog onder de tijd. En die moeten we dan vergelijken met de doorkomsttijd van Voorhuis. Want ze is nog sneller dan Graaf. Die doorkwam in 1.26.4. Maar hij had een geweldige slotronde. En ik denk dat het lastig zal worden voor Angermüller. Die het hier moeilijk heeft. Sablikova 1.56.69. En daar komt Angermüller inderdaad niet aan. 1.57.12. Met een rondje 32.3. Shigova 31.9. En zo blijkt die 1500 meter toch altijd een lastige afstand. Je mag niet te traag vertrekken, maar ook niet te snel. En je moet ontzettend goed doseren. Dat kun je zien aan de rondetijden. De meest vlakke 1500 meters blijken over het algemeen toch de beste 1500 meters. En zo heeft Sablikova die 1500 meter gereden. De Tsjechische verstopt achter de banken op het middenterrein. Hier staat de nummer 4 van de Olympische Spelen. De 24-jarige Marit Leenstra, maar toch ook winnares op de Olympische Spelen met de ploegachtervolging. En ook Slotkovska was succesvol op die ploegachtervolging. Achter het Nederlandse team. Ja, het 1500 meter seizoen van Leenstra kenmerkt zich door vierde plaatsen. De Wereldbeker twee keer vierde in Calgary en in Berlijn. De Olympische Spelen vierde. Dat zijn goede klasseringen, maar toch ook ondankbare klasseringen. Maar Leenstra bleef wel overeind en mentaal sterk. Hij was toch in goede doen en in goede vorm in Sochi. 25-9. Ja, dan pak je toch bijna 17e. Het schema van Sablikova.
Leenstra die wat moeite had met het schaatsen in de open lucht een week geleden in Amsterdam. Bijna letterlijk van de baan geblazen. Het is natuurlijk een flyer, een indoor schaatser. En hier mag ze dat dan tonen. Daar heeft ze een gunstige kruising achter de Poolse. Beste uitslag van Slokowska. Dat was de vijfde plaats dit seizoen bij de wereldbeker. Elfde bij de Olympische 1500 meter. Normaal gesproken moet Leenstra korte metten maken met Slokowska. Ja, in geen enkel land is er zoveel gehuldigd als in Nederland. En dat kost veel energie. Slokowska heeft dan nog de binnenbocht. En Slokowska komt een beetje dichterbij en gaat het Leenstra nog moeilijk maken. Daar lijkt het op. Leenstra is echt aan haar stand verplicht om hier af te rekenen met de Poolse. En dat doet ze ook. In 1, 56, 79. Wat zit er toch dicht bij elkaar. En daarmee staat Leenstra nu alweer op die vervelende vierde plaats. Dat zal wel gaan veranderen, want we krijgen nog drie ritten. Sablikova houdt nu stand. Voorhuis, prima gereden, nog steeds op de tweede plaats. Dan Graaf, dan Leenstra en daarachter Angermüller. Dat is de top 5 van dit moment. Maar nog drie rit. Dit is Sablikova. Maar 1,56 lijkt me echt niet genoeg om te winnen vandaag. Magleda Tsjurus, de Poolse. In haar misschien wel derde schaatsleven, 34 jaar oud, tegen Lobisheva, 28 uit Kolomna. Nog nooit op het podium, de 1500 meter bij wereldbekerwedstrijden. En de Poolse Tsjurus deed dat dit seizoen voor het eerst wel in Berlijn. Dat was een verrassing. Achter Wüst. Ja, dat Poolse succes bij de Olympische Spelen, dat heeft wel iets losgemaakt. En het was een goede keus van Tsjurus om weer te gaan schaatsen. Nadat ze eruit was, nadat ze gestopt was, na Vancouver. Moeder geworden intussen. Maar weer succesvol bij de ploegachtervolging. Technisch is Lobisheva superieur, maar als het gaat om karakter en inzet, dan wint de Poolse dat. En over het algemeen is dat doorslaggevend gebleven. Het zijn de nummers 5 en 8 in het wereldbekerklassement. Poolse Tsjurus staat vijfde. Op karakter. De Poolse. Maar Lobisheva nog de binnenbocht. De stijlprijs zal ze niet winnen. Maar kijk eens, Lobisheva. Die gaat er voorbij in de binnenbocht. Een keertje vijfde, twee keer zevende dit seizoen. Dat is de oogst bij wereldbekerwedstrijden. Hier verslaat ze toch met groot verschil. Tsjurus in 1,56,58. En Lobisheva doet het op pure klasse en talent. Het zal toch niet de winnende tijd zijn. Nee, want we krijgen nog Van Beek, we krijgen nog Wüst, we krijgen nog Skokova. En ze stond nog nooit op het podium, deze Lobisheva. Altijd geroemd om haar talent. En natuurlijk belangrijk geweest voor de ploegachtervolging. Maar het talent kwam er individueel eigenlijk zelden uit. Wel bij allround kampioenschappen,
Dan kon ze nog wel eens op het podium komen op 1500 meters en ook vooral de 500 meters. Maar tussen de echte specialisten bij wereldbekerwedstrijden, nee, dat lukte nog nooit. Misschien dan vandaag. Van Beek. Bezig aan een droomseizoen. Skokova, ook doorgebroken dit seizoen. Het zilver in Astana. En ook lid van de bronzen achtervolgingsploeg van Sochi. Nou, daar mag Van Beek vertrekken. Het leek wel een valse start. Maar wie zal er wat van zeggen? Van Beek. Heel stabiel dit seizoen. Ik weet ook een week geleden nog een prima sprintkampioenschap. In de open lucht. Achter Boer naar het zilver. En een prima opening. 25-56. Van Beek is zo'n schaatser die dit hele seizoen aan het vieren is. En dat bedoel ik niet in de Polonaise, maar gewoon op het ijs. Ze geniet zichtbaar. En dat is toch de basis om goed te kunnen presteren. Won verrassend de eerste wereldbekerwedstrijd van dit seizoen in Calgary. En daarmee was de toon voor de rest van dit seizoen gezet. Met als hoogtepunt uiteindelijk het brons bij de Olympische Spelen van Sochi. En natuurlijk het goud bij de ploegachtervolging. Zij moet in staat worden geacht om de tijd van Lobisheva aan te vallen. Lobisheva kwam door in 1.25.22. Daar zit ze ver onder. En ook Skokova nog onder de tijd van haar landgenoot. En die heeft nog de binnenbocht. En Skokova is ook iemand met inhoud. Dus we gaan naar de lage 1.56 en misschien wel de 1.55. Zeker voor Van Beek. Ah, daar komt Skokova nog. Die gaat het Van Beek nog lastig maken. De tijd van Lobisheva, 1.56.58 en hier komt 1.54.70. Uitstekend. En daarmee een baanrecord. Onder de tijd van Wüst. Gereden in 2011. 1.55.16 voor Skokova. Dat zijn nu de beste twee tijden. En dan lijkt het erop dat ook Lobisheva nu het podium niet gaat halen. Want normaal gesproken zal Wüst toch ook sneller zijn dan Lobisheva. Knap optreden van Van Beek met de 1.54.7. Dan ligt de lat voor Wüst ineens ook weer hoog. Want die moet niet alleen Van Beek verbeteren, die moet ook zichzelf verbeteren hier in Insel. Natuurlijk, ze heeft al eens 1.53 gereden in Heerenveen. Dat was misschien wel haar beste 1500 meter ooit. Maar dit is Insel, dit is vandaag. En dan staat iedereen weer op nul. Een keer verslagen dit seizoen in Calgary door Van Beek. Maar ook twee keer gewonnen in Salt Lake City. In Berlijn. Brittany Bowe was de sterkste in Astana. Maar daar was de concurrentie weer afwezig. Maar wel de nummer 2 in het wereldbekerklassement achter Wüst. Wüst zal een aanval doen op de tijd van Van Beek. En de start is goed. En dan heeft ze aan Bo een prima tegenstand. Inzet is dus een baanrecord. De 1.54.7. We gaan vergelijken met de doorkomst van Van Beek. Ligt ongeveer aan elkaar gelijk. Wüst een fractie sneller. Bo, die teleurstellend 14e werd in Sochi. Ja, en die pijn is niet weg te poetsen in de rest van dit seizoen. Maar je kunt, als je goed eindigt dit seizoen, wel weer prettig beginnen aan een volgend seizoen. 28 blank voor beide schaatsers. En dat betekent dat Bo dus gelijk opgaat met Wüst. En dat is een voordeel voor Wüst. En dat is toch meteen ook verrassend.
Want de Amerikaanse mag normaal gesproken toch geen partij zijn voor Wüst. Vergelijken met Van Beek. Die kwam door in 1.23.78. Daar zit Wüst dus onder. En behoorlijk ook. Maar ook Brittany Bowe, de Amerikaanse, zit daaronder. En die heeft nog de binnenbocht. Die heeft nog de binnenbocht. Maar de voorsprong van Wüst is wel groot. Ja, je rijdt niet zomaar 1.54. Maar het is genoeg. Wüst gaat ook hier in Insel winnen. 1.54.7 is het de kloppe tijd. En hier komt Wüst in 1.54.03. En de 1.55.06 van de Amerikaanse is toch ook nog een podiumplaats. Ja, Wüst, dit is toch wel knap hoor, dat je dit kunt. Na alles wat je toch hebt meegemaakt. Ze was vermoeid. En dat is ook niet zo gek. Als je met 5 Olympische medailles terugkomt uit Sochi, dan wacht je de ene huldiging naar de andere. En dat gold toch ook in mindere mate voor Van Beek. En dat je toch nog weer in gang kunt trekken. In een wedstrijd die er ook toe doet. Die meetelt voor de wereldbeker. Wereldkampioenschap allround komt er nog aan. Wüst is nog altijd niet verzadigd. Het is een geweldig seizoen waarbij ze in dit seizoen niet alles gewonnen heeft. Maar wel bijna alles. Weer Olympisch goud won. Nu op de 3000 meter. En vandaag in ieder geval op deze afstand de 1500 meter. De snelste is in Insel bij afwezigheid van Ter Mors. Dat is allemaal waar. Maar de tijd is indrukwekkend. Goed voor een nieuw baanrecord ook. En daarmee overtrof ze haar eigen baanrecord. Gereden in 2011. Toen ze de wereldtitel pakte hier in het overdekte Insel. In Heerenveen was ze dus nog sneller. Dat was indrukwekkend. Nee, een 53er. Dit is net geen hooglandbaan. Het is geen laaglandbaan. Het is een ideale baan om te trainen en ook hard te schaatsen. Dat blijkt maar weer eens uit de tijden vandaag. Wüst 1.54.03. Van Beek 1.54.7. Dan de Amerikaanse Bowe, gevolgd door Skokova en Lobicheva. Ook nu niet op het podium. Goed gereden. Barst van het talent. Geen discussie daarover. Maar ze moest iets meer karakter tonen af en toe. Sablikova op plaats 6 voor Huis, die nog even aan de leiding stond, naar plaats 7. En Leenstra net in de top 10 vinden we terug op de 9e plaats. En Richardson valt toch een beetje tegen op plaats 11 met 1.57.16. Turus, de nummer 13 uit Polen. En daarmee is er opnieuw succes voor het Nederlandse kamp met goud en zilver. Deze afstand de 1500 meter. De brons was voor Brittany Bowe. Dan gaan we naar de laatste afstand van vandaag. Dat is de 500 meter voor vrouwen. Met 4 Nederlandse dames aan de start. Dit is de stand vooraf in de wereldbeker. Sangwa Lee gaat natuurlijk aan de leiding. Ze miste pas 1 wereldbekerwedstrijd en won de rest. In Insel is ze er alleen niet bij. Dat is dus nummer 2 voor haar. Dat ze mist. De nummers 2 en 3, Vatkulina en Richardson, zijn er wel. Vatkulina pakt in Sochi het zilver op de 500 meter voor Margot Boer. 2 keer brons was er zelfs voor Boer. Ook nog op de 1000 meter, dat weet u. In de wereldbeker lukte het haar nog niet om op het podium te eindigen. De 4e plek is haar beste resultaat. Haar Olympische vorm had ze vorige week in ieder geval nog wel. Boer won met overmacht de Nederlandse sprinttitel. Ja, en wat kan ze dan vandaag? Ze rijdt tegen Thijsje Oenema in rit 12 en dus geen Sangwa Lee. De spanning op de 500 meter bij de vrouwen is terug. U hoort opnieuw Herbert Dijkstra. Ja, Sigova is daar traag vertrokken en Gerritsen was daar goed weg. Gerritsen overigens de laatste winnares van de Goldene Slitschuh, de gouden schaats in Insel. En die gouden schaats wordt in ere hersteld. En de 10.64 van Gerritsen is goed. Dat is de beste opening in rit 5 nu inmiddels bij de 500 meter voor vrouwen. Mag het dan toch een keertje lukken, zo aan het einde van dit seizoen. De gouden schaats wordt uitgereikt hier in Insel aan degene die de meeste wereldbekerpunten bij elkaar schaatst dit weekend. Dat zal Gerritsen niet zijn, maar ze is wel de laatste winnares. Een verliest hier van Sigova in 38-89. Russin. En ook Gerritsen net een honderdste onder de 39 seconden. Hier staat Van Riesen.
Van Riessen altijd goed op de 100 meter. Ook behoorlijk wild. Maar als ze dan in staat is om een slag af te maken naar die 100 meter. Goede opening, 10.39 zijn we van Riessen gewend. Altijd laag in de 10 seconden. En Van Riessen moet toch in staat zijn om hier een lage 38, misschien wel een hoge 37 te rijden. Twee keer top 10 bij de wereldbeker. Met 11 op de 500 meter te spelen. Dat is natuurlijk niet helemaal haar favoriete afstand, dat is toch echt de 1000 meter. Maar daar starten ze niet op. En hier staat inderdaad de lage 38. 38-13 voor Van Riessen. En dat is een goede 500 meter. Daar kan ze toch wel tevreden over zijn. Hier staat Miyako Sumiyoshi. En Hesse die zal de 500 meter van Sochi niet snel vergeten. Twee keer vals. Maar nu goed vertrokken zoals we dat eigenlijk van haar gewend zijn. Net als Van Riessen, vaak laag in de 10 seconden. 10-3, misschien zelfs 10-2. 10-25, ja, dat is een prima opening van Hesse. Inmiddels toch ook 30 jaar komt uit Erfurt. 4 keer top 10 gereden bij de wereldbeker dit seizoen. Maar nog nooit op het podium op de 500 meter. Dat komt door haar matige rondetijd. Want aan de 100 meter ligt het niet. Merkwaardig genoeg stond ze 1 keer op het podium op de 1000 meter met brons. Dat was een uitschieter. Maar nooit op de 500. Maar dit lijkt erop. 37-86. Ja, dan mag je voorzichtig hopen op een podiumplaats. Twee Nederlandse vrouwen tegen elkaar. Dat mag in de wereldbekerwedstrijden. Nummers 7 en 8 ook van het klassement van de wereldbeker. Beste uitslag van Boer dit seizoen bij de wereldbeker 4e. Maar bij de Olympische Spelen 3e. Goedema verslikte zich even in de start, maar herstelt zich wonderbaarlijk. Kan ook goed openen en dat is iets wat Boer heeft bijgeleerd. En die blijft in de buurt van Oenema. 10.47, 10.56, dat zijn openingen die je inmiddels mag verwachten, ook van Boer. En dan volgt er nog een goede ronde. En kan Boer een aanval doen op de tijd van Hesse. En natuurlijk kan Oenema dat ook. In het verleden kon ze dat en waarom zou ze dat nu niet kunnen? Ook Oenema met een keertje 4e, dat was in Astana dit seizoen. Keertje 5e, 2 keer 6e. Zitten dicht bij elkaar. Boer wint de rit in 38-11. En dus niet onder de 38 seconden. Oenema vlak daarachter met 38-17. Hesse staat nog steeds aan de leiding. En dan lijkt het erop dat Hesse voor het eerst in haar carrière ook een podiumplaats gaat pakken op de 500 meter. Ze deed dat wel op 100 meters in het verleden. Dat is geen officieel nummer meer bij de wereldbeker. Daar staat Jenny Wolf. 49 keren in haar carrière. De beste op de 500 meter. Die 50ste die kwam er maar niet. Dat lukte dit seizoen niet. Dat lukte vorig seizoen niet. Maar in de wetenschap dat Sangwa Lee er niet is. En dat Baixing Wang er niet is. Dat er geen enkele Chinese vrouw aan de start staat. Zijn er mogelijkheden voor Wolf, die ermee gaat stoppen aan het einde van dit seizoen, om die 50 vol te maken. In eigen huis. Dan moet ze laag openen in de 10 seconden. 10-2 moet Wolf kunnen. Wolf die 6e werd bij de Spelen. Kodaira 5e. En hier staat 10-38. Nog steeds de mogelijkheid voor Wolf. En je zou het haar gunnen. Zij heeft jarenlang gedomineerd op de 500 meter. Toen kwam daar ineens Sangwa Lee. Maar die 50ste zegen, dat hoort toch eigenlijk in het rijtje van Wolf. Maar ze heeft het moeilijk. En ze heeft het moeilijk tegen Kodaira. Hij heeft moeite om overeind te blijven. En dan gaat het toch wel heel gelijk op. En Kodaira is een fractie sneller. 37-9 voor de Japanse. En 37-95 voor Wolf. Die laat hier een kans liggen om die 50ste zegen te pakken. Het is haar niet gegund. Althans niet vandaag. En de jaren gaan tellen. 35. Kodaira pakt haar in. De laatste 100 meter. En Wolf komt slecht uit.
één rit nog. Dat betekent dat Hesse inderdaad het podium gaat halen. En dat wordt hier al gevierd met Helge Jas. En dat was inderdaad ook opmerkelijk. Dat Hesse, die daar nooit in slaagde, nu eindelijk eens een goede ronde gevolgd op een altijd goede 100 meter reed. Richardson, kan die het feestje nog bederven? Want Hesse kan ook nog winnen. Tegen Vatkulina rijdt ze. Nummer 2 van de Olympische Spelen. Richardson, alles top 5 gereden op de 500 meter dit seizoen. En slechts 8e op de Olympische 500 meter. Dat doet heel veel pijn. Slechte start van Richardson. Vatkulina, goed vertrokken. Maar krijgen we toch een Duitse zege? Dat zou een enorme verrassing zijn. 10.54, Vatkulina. Langzamer dan Hesse. Richardson met die lange benen. Is al een tijdje in Insel. Straks verhuist het schaatslegioen naar Heerenveen. Dat is geen goede bocht van Richardson. Maar ze blijft daar Vatkulina wel voor. Dat is verrassend. En het is ook de winnende tijd. 37.85 voor de Amerikaanse. En Vatkulina 37.89. Daartussenin zit dus nog Judith Hesse. Die haalt vandaag zilver. En zo is de uitslag toch enigszins verrassend. Richardson wint dit seizoen voor het eerst de 500 meter. Ja, je wordt 6e. Wat is dit voor wedstrijd voor jullie, voor de sprinters die niet meer uitkijken naar bijvoorbeeld een WK Allround? Dit is nog wel een beetje tussenwedstrijd natuurlijk. Het ijs is snel, heb je gemerkt van de week. Dus je wilt toch wel een beetje wat extra's geven. Maar ja, ik merk dat er nog niet helemaal die scherpte er is die er hoort te zijn. En ja, op zich rij je dan op die techniek nog wel redelijk goed. Maar volgende week in de full tee-off, daar is het nog wel iets belangrijker. Maar is het zoeken in jouw lichaam naar waar nog een beetje energie zit? Nou ja, deze hele week is voornamelijk mijn bed geweest. Ja. En ja, natuurlijk, je wil nu eenmaal als je de wedstrijd begint, dan ga je niet aan toegeven en dan gewoon gas erop. Maar ja, ik merk dat die strekking niet helemaal snel is, de energie er niet helemaal is. Die je wilt hebben voor, en de frisheid die je wil hebben voor het sprinten. Was het bed omdat je ook een beetje ziekig was? Of is het gewoon vermoeidheid, huldigen, spelen, alles wat eruit komt? Nou, het komt er natuurlijk allemaal uit. En dan je gaat even op een gegeven moment de rust in. En dan komt natuurlijk alles. Dan gaat je hele lichaam protesteren eigenlijk. Op het moment dat je pas rust krijgt. Dus ja, het is denk ik alles bij elkaar. Het is niet echt ziek, maar je bent ook niet helemaal fit en niet lekker. Maar ja, iedereen heeft het wel. En het heerst natuurlijk ook. Dus dan ben je er iets vatbaarder voor. Weerstand is niet heel hoog op het moment. Behalve die Amerikanen die veel sneller rijden dan dat ze in ieder geval in Sochi deden. Ja, klopt. Maar die zijn hier alweer anderhalve week. Dus, en die hadden wat recht te zetten natuurlijk. Dus weet je, ik probeer hier morgen gewoon nog iets beter te rijden. En hopen dat er nog weer wat meer energie is in mijn afzet, waardoor het nog harder gaat. En dan volgende week nog één keer te genieten. En vandaag, ik was nog 6e met een race waarvan ik dacht dat het niet heel hard ging. En als je springt naar volgende week, is dat dan belangrijk? En zo ja, waarom is dat belangrijk? Nou, ik vind dat het wel belangrijk om het seizoen goed af te sluiten. En het is toch mooi om voor het Nederlandse publiek, net als vorige week eigenlijk, gewoon een feestje met z'n allen van te maken. En gewoon nog goed te rijden. En dan ga je ook wat lekker in de zomer in nog. Ja, je hebt iets aan verwachtingen gecreëerd in Tialf bij de laatste keer dat je daar reed. Ja, dat is een halve seconde sneller dan je nu hier doet. Zou dat kunnen volgende week of is dat echt te hoog gegrepen? Nou ja, op zich reed ik hier nog 7-5 met een beetje voor mijn gevoel 80-50%. Ja, het rondje bedoel je? Ja, een rondje, ja. En dan rij je 38-1 nog. Als je wat scherper bent, dan rij je nog wel een stukje harder. Nou, het is volgende week nog wel mogelijk om weer aan die tijd te komen. Maar moet wel even goed erop focussen dan. En dit was het voor vanmiddag. Over ongeveer 50 minuten zijn we terug met het Sportjournaal na 1 vandaag. Graag tot dan. Een hele fijne avond. Dag. Beslist.nl is supporter van NOS Schaatsen.